Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 1 juli 2016. Dit is de bulletin van vrijdag. Vandaag uiteraard weer morse woorden en dit keer nieuwe morse woorden. Ik moet wel op mijn woorden komen. En een SSTV-plaatje in PD50 getiteld Buizenamateurs. Het bericht over de overkomst van het ISS, die overkomst was tijdens de herhaling van de Daily Minutes van afgelopen vrijdagochtend. Ja, die was een groot succes. Duidelijk was dat vanochtend de mensen die gewoon met een portofoon buiten gingen staan, de beste ontvangst hadden. Liverpedinal LH, die wel met een grotere antenne luisterde, stuurde mij dit fragment vanochtend op. We no longer have the natural day-night cycle of a day on the earth, so you have to go off time all the time. So we thought we work off a schedule on the clock over time. You know, I don't dream very often, but sometimes when I do dream of floating in my system back over. We have a very advanced system on board that goes through multiple different kinds of cycles to get very clean water out of our wastewater on board, over. Momenteel staat er overigens maar één afspraak van het ISS met een school en die is in de VS, waardoor hij hier niet te ontvangen is. Maar je kunt, als je die frequentie kunt ontvangen, het ISS wel beluisteren. De Russische crew in het ruimtestation communiceert namelijk standaard op de frequentie 143.625, gewoon in FM. Dus 143.625. Als je via een app of een computerprogramma in de gaten houdt wanneer het ruimtestation voldoende dicht in de buurt is, kun je ze daar geregeld horen praten. Als je een scanner hebt die permanent eens kanalen afzoekt, dan loont het zeker de moeite om deze frequentie 143.625 in de scanner te zetten. De signalen zijn vergelijkbaar in sterkte met die in de amateurband. De communicatie verloopt overigens wel in het Russisch. Dat klinkt ongeveer zo. De nieuwe Rassies is weer uit. Het leukste blad voor zelfbouw dat we hebben. En het is nog gratis te downloaden ook. Op de voorkant een korte golf eindversterker van 150 of 200 watt die verderop in het blad beschreven wordt. Verder in het blad onder andere een microgolf dummy load gemaakt van een koekblik. Opa Vonk en met zijn leergierige zoon, leergierige kleinzoon Pim, die ontbreken dit keer ook weer niet. Het blad Rassies is te downloaden vanaf de website www.pi4raz.nl/razzies. Dus Papa India 4 Romeo Alpha Zulu.nl/razzies. Ook eerdere nummers zijn daar te vinden. Er zijpelt weer wat informatie over uitgegeven middengolfvergunningen binnen. Namen van de stations zijn nog niet bekend, maar het gaat bij die vergunningen die hiervoor dus nog niet bekend waren om de plaatsen Apeldoorn, Waardenburg en Warmond. Alle op 1395 kHz. Vanaf is trouwens weer een uitzending van PI4AA met, heel leuk, PIN OKZ die een sfeerimpressie brengt met dingen die hij op de beurs in Friedrichshaven vorige week tegenkwam. Er zit in elk geval een gesprek in met mijn plaatsgenoot Rudy, PD0ZRI, die nou bij het brandmeesternetwerk betrokken is. Ik ben zelf erg benieuwd. Vanaf 9 uur vanavond op PI2NOS 145.325 en 70.37 kHz, die laatste plus of min QRM. In het iets langere deel 4 van de serie over digitale modus gaan we in op de verschillen tussen die systemen. Een populaire uitspraak van mensen die nog niets met digitale spraak doen is dat ze zeggen dat ze wachten tot het beste systeem is komen bovendrijven en dan kopen ze voor het systeem wel een apparaat. Vaak wordt daarbij de vergelijking tussen de videosystemen VHF en Betamax aangehaald. Dat standpunt hoor je niet bij gebruikers van digitale spraak, omdat het een foutieve aanname is. Die laatste vergelijking tussen de videosystemen gaat om te beginnen al niet op. De beide videosystemen, daar ging het om twee systemen die relatief weinig van elkaar verschilden. Bij digitale spraak gaat het nu al om veel meer systemen en de verschillen zijn ook veel groter. Bovendien won bij de twee videosystemen ook nog eens niet het beste systeem. Overigens, als iemand mij vraagt, en dat gebeurt wel eens, voor welk digitale spraaksysteem zal ik iets aanschaffen, dan is het antwoord kort. Koop iets voor het systeem waar je vrienden zitten, of in elk geval de mensen die je zou willen spreken. Want wat heb je aan het meest geavanceerde systeem als er alleen maar mensen zitten die je niet kent of die je ook niet wilt kennen? Maar waar zitten nou de verschillen? Ja, de verschillen die zitten in mogelijkheden tussen de systemen en die verschillen zijn niet eens zo groot. Tenminste bij de dingen die de meeste mensen bij zo'n ding gebruiken. Verschillen in gebruik zijn wel aanwezig. Dat wil zeggen, als je switcht van systeem, dan is alles toch net weer even anders. Je kunt met alle systemen spraakverbindingen maken. Bij bijna alle systemen kun je ook wel tekst versturen. Berichtjes die op sms lijken, kunnen bij D-Star dan weer niet zo makkelijk. Maar daar kun je wel weer gemakkelijk via de ether chatten of bijvoorbeeld mailtjes versturen. Dat gaat in dat geval echter wel met een extern programma. De meeste modus ondersteunen ook wel GPS en de doorgifte van die gegevens naar aprs.fi.
de roepnaam in beeld in het display, dat doen ze dus ook allemaal. Bij de systemen die er al wat langer zijn, zijn de mogelijkheden om er zelf iets voor in elkaar te knutselen verder ook groter. Soms verschilt het best veel. Technisch, dat wil zeggen onder de motorkap, zijn de verschillen wel wat groter. De meeste systemen gebruiken dan wel weer de AMBER-chip. DISA gebruikt een iets oudere AMBER 2020 variant. De meeste andere modus gebruiken AMBER++. Niet zo heel bekend, maar met een softwarelicentie kun je bij de meeste Hytera-apparaten een tweede vocoder in de apparaten plaatsen, van het al wat oudere type CELP. Die geeft een wat andere geluidskwaliteit dan AMBER. Bij de RD985 repeaters zit die vocoder er voor de interne speaker en de microfoonaansluiting al ingebouwd. De modus DPMR, afkomstig uit onder andere Japan, die gebruikt ook AMBER++, net als NXDN. De DPMR uit China gebruikt bij de goedkopere apparaten doorgaans de goedkopere en superieure Nantong Instituut vocoder. Tetra gebruikt AKELP uit Canada en Abco P25 gebruikt IMBE, een al wat oudere variant uit de AMBER-familie met een wat minder goede geluidskwaliteit. FreeDV heeft een eigen open source vocoder, Codec 2, gemaakt door enkele heel slimme amateurs met een net zo slimme adviseur. De bandbreedte van de systemen is ook verschillend. De systemen volgens het FDMA-principe, dus zonder tijdslots, werken meestal met een raster van 6,25 of zelfs van 5 kHz. Dat zijn D-Star, DPMR en XDN. APCO P25 gebruikt net als System Fusion 12,5 kHz. De twee belangrijkste systemen met TDMA, dus met tijdslots, zijn DMR en Tetra. DMR werkt op kanalen van 12,5 kHz en Tetra op kanalen van 25 kHz. Ga je echt kijken bij die laatste twee modulatiesoorten naar de bandbreedte van de streams, dan lopen ze ineens weer in de pas met de rest. Bij DMR met twee tijdslots is 12,5 gedeeld door 2 6,25 kHz. En bij Tetra met 4 tijdslots is 25 kHz gedeeld door 4 ook weer 6,25 per audiostream. FreeDV is hier de vreemde eend in de bijt. De bandbreedte daar is in de loop der tijd wel eens veranderd. Vaak wordt hier een variant van 1,3 kHz gebruikt. Zenden gebeurt dan via een SSB-zendontvanger. Ter vergelijking, een SSB-signaal is bijna 3 kHz breed. Dat is meer dan twee keer zoveel. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Als ik binnenkort mijn F haal, dan ga ik op de lage korte golfbanden een langdraadantenne gebruiken. Hoe lang is dat eigenlijk zo'n langdraadantenne? Ja, dat weet ik niet. In elk geval is hij lang. Ik hang hem op als een sloper. Dan zou ik maar goed oppassen dat je andere antennes heel blijven. Bij een sloper weet je dat natuurlijk nooit. Voor ontvangst zit ik een beverage antenne te overwegen. Zou je dat wel doen? Beverage betekent frisdrank. Een frisdrankantenne, dat klinkt niet heel serieus. Ze zijn heel goed hoor, vooral bij de zwakke signalen. Ja, dat zal wel.